Dag iedereen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe handige video. Vandaag heb ik weer een super handige tip voor jullie, maar voordat ik daarover ga beginnen, wil ik even vragen of je al bent geabonneerd. Zo niet, doe dat dan eventjes. En dan gaan we nu meteen naar de handige tip van de dag. Ik word helemaal gek van alle spam-e-mailtjes die ik krijg. Ik krijg soms wel 8 e-mails per dag van bedrijven die reclame sturen, willen dat ik dit koop, dat koop, van alles. Ik word er helemaal gek van. Maar ik heb nu een manier gevonden waardoor je ze in één keer allemaal kan verwijderen uit je mailbox. Scheelt een hoop tijd, maakt je e-mails een stuk overzichtelijker. En het scheelt ook een hele hoop irritaties. En ik ga jullie nu laten zien hoe je dat doet. Oké, ik ga jullie nu even laten zien welke site het is. Ik ga eerst naar Google en tik in Unroll Me. En de site die bovenaan komt, unroll.me, dat is hem. En op deze site voer je dan je e-mailadres in. En dan geeft hij aan waar je allemaal op geabonneerd bent. Dan zul je zien dat er heel veel reclame tussen zit en allemaal onzin die je eigenlijk niet wil ontvangen. Maar ik ga het even voordoen, kan ik laten zien hoe je dat doet. Get started now. Nou, en dan ga je aangeven welke e-mailadres je wil opschonen. Dus je tikt je eigen e-mailadres in. Ik doe even deze. Ja, ik accepteer de voorwaarden. Volgende. Dan gaat hij nu berekenen hoeveel spam je binnenkrijgt. Daar is hij erg snel mee. Kijk, ik heb hem al eens eerder gedaan in het verleden. En toen heb ik er 90 kunnen opzeggen. Nu heb ik weer 77. Het gaat heel snel, hè? Ik bedoel, op iedere site waar je e-mailadres invult, daar is de kans groot dat je dan weer e-mails gaat krijgen van ze. Maar dat heb je zo opgelost. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Je drukt gewoon op alle bedrijven waar je niet meer een e-mail van wil ontvangen op unsubscribe. Dat ga ik nu even doen. Mooi, ik heb ze allemaal gehad. Zoals je kan zien heb ik een paar bedrijven overgelaten. Ik wens nog wel van hun namelijk e-mails te ontvangen. En dan kan je ervoor kiezen om die aan je roll-up toe te voegen. En wat is je roll-up? Unroll.me die gaat dan al deze e-mails die ze binnenkrijgen van deze opsparen. En dan krijg je iedere dag 1 mail van Unroll.me waarin deze e-mails dan staan. Dus in plaats dat je 6 e-mails krijgt van verschillende bedrijven, krijg je 1 overzichtelijke mail met erin al je gewenste mails. Ik vind het toch wel fijn om ze apart van elkaar te hebben. Dus ik ga voor Keep in Inbox. Hoppatee, gefeliciteerd. Ik ben 160 bedrijven lichter die mij e-mailen. En ik heb er nog 13 overgehouden. Dat is natuurlijk hartstikke fijn en het scheelt enorm veel tijd en gedoe en zoeken in je mailbox. Vond jij deze video nou leuk en heel erg handig? Vergeet het dan zeker niet te delen met je vrienden en familie. Laat even een reactie achter en geef even een duimpje omhoog. Heb je nog een probleem of andere verzoekjes? Laat het even weten in de reacties en dan gaan wij aan de slag voor je. Tot de volgende keer. Dat is handig.